You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. Hey! Rain drop, drop, smoking, no cook in the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try nobody. We're gonna die, even rustig aanmalen, neus in, mond uit. Hoe veilig voel jij je in deze auto, zeker? Het is dat ik vaker met Raven rijd. Nee, je mag eerlijk zijn, je hoeft niet smoesjes te bedenken. Niet zo veilig. Ik voel me ontzettend veilig. Mooi. We gaan er voor de Love Movement, jongens. Yay! Voor de Movement! Voor de Movement! We gaan naar voor de Movement. En dit is Lars de eerste keer. Het is mijn zesde keer. Het is Mel's zesde keer. Mijn zesde keer. Dus het wordt leuk. Ook Raven is mee. Ja, gezellig. Ja, van rijdt. Ik rij al voor de zesde keer. Heen en weer. Cue de intro. Dat doe ik niet voor. Hey, we mogen naar huis toe! Oh, dit is echt de meest lekkere auto ooit. Nou, jongens, ik heb hem niet opgevouwd hoor. Ik heb hem gewoon... Lekker uitpakken en dan gaan we dik ouwe. We gaan dik ouwe. Ben ik een tricker die op een vrienden evenement komt. En ik heb in mijn leven lang nog nooit op een slaapzak geslapen. Een hangmat, sorry. Hoe ga ik deze... Hij van mij is nu al kapot. Nee, dit zijn touwen waarmee je hem kan vastbinden, Lars. Je moet de touwen eerst vastmaken. Twee touwen. Weet je hoe je een knoop moet maken in de touw? Nou, ik denk dat de zeger me gewoon echt ziek moet helpen. Ja, zeger doet het elk jaar. Heel goed ook voor mij, dus komt goed. We zijn allemaal gesponsord door de Decathlon. Maar hoe moet je het nou ophangen? Oké, ja, de helft van de mensen heeft allemaal dezelfde hangmat daarom. Ik wil zeggen maar... Kijk, je hebt deze... Oh wacht, misschien moet ik het wel hier doen. Zit je wel lang genoeg? Hangt hij dan niet te veel? Het ding is dat ik zeg maar wil slapen vanavond, maar niet uit mijn hangmatzak slaapding wil vallen. Hangmatzak. Dus ik heb een klein probleem. Voel je echt alsof je in een kalkon zit. Ja, dat dacht ik al, ja. Dat is lekker. Lekker. Maar ik heb dus een probleem. Wat moet ik doen, Zegen? Zegen moet even een knoop voor je maken. Ik ben een knoop aan het maken. 8 knoop, weet je wie dat moet? Je pakt even een touw. Je maakt een lus. Oh. Wacht, doe het zo. Dan doe je... Zo. Dan doe je... Zo. Dit? Nee, niet helemaal. Zegen, maak een knoop voor me. Lars? Ja, ik ga je zo helpen. A few moments later. Lars! Hey! Ik denk dat ik dat ook wel ga overleven. Het ligt best lekker. Alleen het enige ding is dat ik nog even moet ontdekken hoe het echt lekker kan liggen. Mel. Ja, met mijn lowers. Waar ben je mee bezig? Dubbelkaboom naar dubbelkaboom naar dubbelkaboom. Op deze trampoline. Dit is echt wel een van de grootste trampolines waar ik ooit heb gesprongen. Ja, voor mij ook. Wel vet, toch? Ja, het is hier ook wel een stukje makkelijker, want je gaat veel hoger. Maar je gaat heel veel heen en weer, dus best moeilijk om je balans te houden. Zullen we na dit even een kleine rondleiding over het parcoursje doen? Lijkt me een goed idee. Okay. Maar eerst hier nog even trainen, ja? Ja. Oké. Trip full to your back. Dat was wel chill op zich. Ja? Ik wil eigenlijk triple full naar dubbel kaboom doen, maar... Ja, dat was wel lastig. Ik kon mijn benen niet meer slaan. Misschien de volgende keer. Ja. Ja! Ziek. Yes! Het lukte. Bam! Nu ga ik stoppen, want ik ga echt mezelf hier doodmaken anders. Oké, tijd voor een rondleiding. Ja. Daar is binnen. En binnen gaan we niet naartoe, want ik heb geen zin om het daar te laten zien. Vanavond tijdens de slaapfilmpjes zullen we daar wel even laten zien wat we doen. Hello darkness, my old friend. Hier is de hele zaal. Eigenlijk is het geen zaal, het is een parcours. Maar we gaan even een rondje. Hier is de ramp-up. Ik weet niet wat het is, maar je kan hier gewoon flips doen.
zet anders niet af. Word je niet meer af te zetten? Harder afzetten, ja? Oké, laten we even doorgaan. Hier is de bar area. Eigenlijk zijn het alleen maar bars. Het is geen bar area. Het is alles. Alles is bars, zeg maar. Maar zegen, doe even wat skills. Hier kan je gewoon leuke sprongetjes doen. Nou, zoals je waarschijnlijk al een beetje hebt gezien, zijn er veel mensen. En hier, ja, heel veel mensen. Echt te veel mensen. Maar, ik ben hier ook nog eens de slechtste. Nee, dat niet. Maar ik moet wel zeggen, nu ik hier ben, ik ben nog nooit naar een freerun gathering geweest. En ik vind het echt heel tof. Dat is een beetje hoe de parcours eruit ziet. En hier gaan we vandaag gewoon even lekker wat flips gooien. Top. Oh, ver. Dus ze weten het wel, maar ik weet nooit welke ingang ze nou komen. Gebeurd, ja. Ik denk een boemvoer en ik denk dat mijn heup uit de kom is. Voor moeten lopen. Duikje, zie je dat dit been langer is? Nee. Ja, nou, ik denk dat Oh ja, daar, ja, okay. Ja, dat komt denk ik. Ja, het gaat alweer, laat mijn been maar even liggen. Ik denk dat het komt omdat mijn heup uit de kom is. Voor de rest gaat het goed. Ik weet nog wie ik ben, waar ik ben. Ik voel me gewoon echt geweldig. Alleen ja, dit is wel een beetje zeer. Ja. Maar ik ga ook nog niemand bellen, want ik wil eerst even kijken wat er aan de hand is. Want als ik nu mijn vriendin bel, dan gaat die echt huilen. Ja, bro. Maar echt. Sorry Nicole. Sorry, het spijt me. Heb je gehoord wat er was? Melchior is hier ook jongens. Heb je gehoord wat er was gebeurd? Ja. Maar ik weet niet wat je deed. Ik deed kwad kaboom voel per ongeluk. Maar weet iemand ook hoeveel kaboom voel ik had gedaan eigenlijk? Ja, we hebben clickbait nodig jongens. Zeg maar, zijn heupen zijn uit de kom. Zeg maar, zijn heupen zijn uit de kom. Zit hij er al op in? Nee. Maar wat deed hij voor trick? Maar hey, weet je wat het beter maakt? Like en subscribe op de video. En hoe heet je? Lars Petersen. Lars Petersen. Dat is Lars. Lars Petersen. Mag ik een shout-out doen naar mezelf? Kijk, hij edit het, dus ik kan het doen, maar misschien komt er wel uit. Shoutout naar Kleine Joppie. Zoek op Kleine, zonder spatie, J-O-B-B-I-E, dat is mijn kanaal. En ik post gamevideo's. Oh god, nee, laat maar. So guys, are you all mad that we can't jump anymore? Yeah, we're really no, mad. No, I'm not mad. What a fucking idiot, right? Yeah. Yes. Such an idiot. You're a fucking idiot! Nee. Dus Lars, Nicole's been is net uit het gips. Ja, en dan moet ik er straks misschien net in. En nu gaat jouw in. Been in het gips. Maar dat is wel voordelig, ja, want ik kan gewoon altijd gebracht worden. Ik denk dat hij eraf moet. Ik denk ook, want dit. Hi. Ik sprong en toen viel ik zeg maar in een soort van split met mijn knieën. En toen stond mijn been zo en je ziet het, mijn heup is uit de kop. We hebben die namelijk ook op de post. We hebben ook barbecue. Dit is geen barbecue hoor. Ja? Heb je nog een hand erbij? Drie, 1, 2. Maar het is wel lekker om iemand zo in de lucht te houden, want dat is... Ja. Ik zal nog drie onder je gaan. Hij is grappig. Ik weet niet wat je al mee hebt gestopt. Hallo. Maar, hij gaat heel erg aan jullie, ja. Die deel loopt op zo meteen. Ik ben zo goed. Oh, sorry, zeg ik dat hard op? Je bent als jouw man. Hoe langer het duurt, hoe meer pijn het doet. Dus voor de mensen die het niet helemaal snapten. Lars, D, kaboom, triple full. Insplit. Naar kniesplit. Dat is heel chill. Kijk, de pijn viel heel erg mee, maar omdat ik nu 100 keer ben verschoven en mijn been lag eindelijk lekker, moet hij weer anders liggen. Daardoor doet het echt pijn. Het bed is eigenlijk ook te kort voor je been, dus je kan niet meer recht die kant op. Dat is een beetje jammer. Ik zit laatst nog zo'n man zo vertellen dat ik me goed kan opvangen. De status update. Ik ga het nooit meer zeggen. Hier is de status update. Lars moet in een narcose en de nacht overbrengen. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. In de narcose gaan ze hem terug doen. Ze hoeven hem niet open te maken, gelukkig. Ze gaan gewoon terugduwen. Dat wordt nog wel wat. Daarna, waarschijnlijk geen brace. Dat scheelt ook. Dus
En hopelijk kan hij morgen gewoon zitten bij For Love Movement en kijken naar hoe ik niet val. Toch, Lars? Ja, dat hoop ik ook. De duimen. Fingers crossed. We zijn nu een dag verder en zoals je ziet, ik sta weer. Ik ben ook weer bij For Love Movement. Wat er uiteindelijk is gebeurd, is dat mijn heup was uit de kom, heb ik waarschijnlijk ook al 3 keer gezegd. Ze hebben hem weer ingezet, moest ik voor onder naar kozen en ja. Daarvoor moest je altijd een nachtje blijven bij het ziekenhuis. Kijk maar, ik heb helemaal zo'n bandje om, noem het maar op. Maar het gaat goed. Ik kan zelfs lopen en ik moet een beetje met kruk lopen dat, om de kracht een beetje te verdelen. En we gaan vandaag, de jongens gaan er een leuke dag van maken en ik ga ze gewoon lekker motiveren. Jullie gaan in de airbag springen. Nou, ik zou zeggen, let's go. To the right. To the airbag. Lars, ga je van 20 meter hoog. Gewoon met drukken en al van 20 meter hoog. Ja, dat kan wel toch? Dat doe als ik gewoon mijn been vasthoud. Ja, toch nog even die brace om. Ik gewoon dat ding omhoog laten. Ik denk dat ik geen probleem heb hoor. Ik zat te denken aan dubbel salto. Ja, dat kan. Ja, dubbel front, dubbel back. Nou, even gaan zitten en jullie gaan filmen als jullie springen. Ja, dat gaat goed verder hoor. Mel gaat echt van Ziggo. Mel gaat van Ziggo. Mel gaat echt van Ziggo. Hij wil gewoon Max denk ik halen. Max. Nali! Maak me trots! Wat gaat het vinden? Je zou dubbel doen. Wat doe je? Stief is hoog. Hoe hoog zat jij? Ah, nee, als je daar staat, je kan echt gewoon niet. Ik moest mezelf echt laten vallen om niet. Ik trek helemaal. Dat wou ik eens ook doen. Maar ja, nu kan het niet. Dus nu heb hij alle eer. Jongen, ik kon het ook. Dames en heren. Zoals je ziet ben ik weer thuis. De video is een beetje aan een abrupt eind gekomen. En dat komt natuurlijk omdat ik door mijn heup niet zo heel veel meer kon trainen. Eigenlijk kon ik helemaal niet meer trainen. En die jongens waren er ook wel een beetje door uitgehyped. Het zat er eigenlijk allemaal niet zoveel meer in. Iedereen was gewoon een beetje verdrietig om het zomaar te zeggen. Dus de For Love of Movement video is een beetje half. We hebben in ieder geval wel ongeveer 12 minuten beeldmateriaal kunnen filmen. Dus dat is in ieder geval heel leuk. Tenminste, dat hoop ik. Want je hebt waarschijnlijk net de video gezien. En ik hoop in de toekomst weer eens naar zo'n event te kunnen. En dan helemaal heel te blijven. Zodat we nog een vettere video kunnen maken. Vond je deze video nou leuk? Geef me even een like. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Want zodra ik een video upload, moet jij dat binnenkrijgen. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een volgende video. Doei!